Thursday, best day of my life. Ik kreeg een berichtje van Simona. Die stuurde een gratis appje en die zei van ja, kan je draaien? I want to be a hippie. En dan neem ik aan dat het deze versie is en niet de hardcore versie. Dus speciaal voor jou, Simona. Hi, ik ben Carlijn en ik zit op de maandagmiddag van 4 tot 6 bij Kicks Radio. Ik ben 27 jaar, bijna januari, dus eigenlijk nu nog 26, maar ik word 27. En muziek is mijn passie en daarom zit ik hier lekker. Wat is jouw favoriete lied voor onder de douche? Dat zal denk ik Sting zijn, Mad About You. Dat is gewoon heel gaaf met de tekst en de beat erbij, maar dat kan ik natuurlijk niet zelf doen onder de douche. Maar het zit wel in mijn hoofd dan, dus dat is wel leuk. Yes. Je houdt veel van concerten. Als je nog naar één concert mag gaan van iemand die is overleden, wie zou je dan terughalen? Michael Jackson. Ja, die man is, dat is zo'n talent. Of Freddie Mercury, want dat is ook echt een van mijn grote favoriete muzikanten. Die mannen zijn zo muzikaal, dat is echt bizar. En dat moet je gewoon proeven eigenlijk live. En dat is heel jammer dat ze zijn overleden, maar het is niet anders. Maar die eer je nog wel in je uitzendingen vaak? Ja, zeker, ja. Vaak terug te horen. Ja, ja, vooral Queen, daar ben ik echt groot fan van. Wat is je favoriete lied uit een film? Sia Freeze You Out. En dat komt uit The Huntsman. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dit is wel echt een, vind ik een hele leuke film. En ik ben ook een groot fan van Sia. Haar stem is echt werelds en heel groot. Een groot bereik heeft ze. En dat liedje, dat snijdt gewoon door je hart. En wat betekent Kicks Radio voor jou? Heel veel. Kicks Radio is voor mij echt een warm bad waar je alles mag doen wat je wil. En je hebt de vrijheid en ze geven je tijd en ze coachen ze geven je advies. En ze zijn er echt voor je. Het is gewoon een grote familie. En dat vind ik echt heel prettig. Iedereen is ook heel lief met elkaar en iedereen gunt elkaar van alles en het is gewoon heel vriendelijk. En wat is het volgende lied dat je zou gaan draaien? Charles Bradley, World is Going Up in Flames. Ik vind het wel heel tof. Ik krijg al leuke berichtjes terug van de mensen die zeggen ja, wil je alsjeblieft dit voor me draaien? Nou, dat komt allemaal zo meteen na het nieuws van 5 uur. Maar eerst nog even fijne muziek van Charles Bradley. World is Going Up in Flames.